every mistake. Sick of the give and the take. Hey. Hey sweeties, happy new year. Fijn dat je kijkt. Het is vandaag maandag 3 januari om precies te zijn. En het is 1:15, almost 1:15. Ja, ik sta op het punt om te vertrekken. Ik ga heel even mijn auto even naar de wasstraat brengen. En ja, dan ga ik eventjes een latte macchiato voor mezelf halen. Heb ik wel verdiend. Want ja, het is maandag. Het is gewoon weer een gloednieuwe week. By the way, happy new year. Ik weet niet of ik het net al had gezegd. Ik ben het alweer vergeten. Wat bedoel ik? Ik heb echt koffie nodig. Ja, dit is beter. By the way, ik heb nu weer mijn plakwimpertjes op. Oh, mijn lip is droog. Oh, wacht even. Ja, ik heb mijn plakwimpertjes weer op, want... Oh, volgens mij is hij hier gewoon zelf beter. Ja, ik ben nog eventjes een beetje aan het spelen met de belichting, want... Deze lamp hier, oh jullie kunnen het niet zien. Maar die lamp daarboven die wordt vervangen over een paar dagen. Nou, ik ga jullie heel even neerzetten. Zodat ik jullie even wat ervoor ben. Wat ik eerder moet doen eigenlijk. Maar goed. Ik heb een week niet gefilmd of gevlogd. Dus ik moet even inkomen in hoe ik de camera moet houden en plaatsen. Ik heb trouwens ook nog eens dit gekregen van mijn lieve schoonzus Narana. Thank you. Ik moet dit dus vastzetten aan mijn autoraam. Zodat ik in de auto ook nog kan filmen. Maar je hoort je nooit op de achtergrond. Ja, thank you Na. Dus we kunnen binnenkort ook gewoon lekker filmen in de auto. Dan neem ik je echt mee. Wat wilde ik nog meer vertellen? Ik was alweer afgeleid door de belichting. Ja, ik heb vandaag het een en ander al gedaan. Deze week moet ik de voorbereidingen doen voor Juno's verjaardag. En wacht even, maar ik ben naar beneden één ogenblik. Hi, ben ik weer. Ja, volgens mij was ik wat aan het vertellen over Juno's verjaardag. Genoa is 11 januari jarig, dus ik ga het een en ander voor hem organiseren voor school eigenlijk. Als dat open gaat, dat weet ik niet. Ik hoop het natuurlijk. Voor thuis, ja, thuis gaan we niks doen. Ik wil graag, of tenminste hij wil graag zijn verjaardag bij Aventura vieren met zijn klasgenootjes en vriendjes en neefjes en nichtjes. Mocht dat open gaan, dan gaan we dat vieren. Zo niet, is het even on hold. Thuis gaan we wel gewoon een taartje eten en gewoon wat lekkers. Maar echt groot gaan we het niet doen. Hij wordt 8. Hij heeft de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e in Suriname gevierd. En al die 5 keren dat hij jarig is geweest, hebben we het extreem groot gedaan. Dus nu doen we het hier ook gewoon wat rustig aan. En ja. Nederland is gewoon anders om echt een verjaardag te vieren. In het buitenland is tropisch, het is lekker warm. Dan wil je het ook groot doen. Maar hier, ja, niet zo. Dus we gaan in ieder geval zijn verjaardag, de zakjes en zo voor school, gaan we het een beetje voorbereiden. En wat ga ik nog meer doen? Nou, ik had dus voor mijn moeder, vlak voor kerst, had ik een afspraak voor haar gemaakt. Bij Tati's Make-up Beauty. Sorry dat ik de eerste keer naam eventjes niet goed kan uitspreken. Maar in ieder geval schoonheidsbehandeling, stomen, reiniging van alles zou ze dan gewoon doen. Maar ja, ze voelde zich niet goed. Dus moesten we helaas die afspraak verplaatsen. Ik zou jullie ook echt meenemen in hoe zij de behandeling doet. En ik heb het zelf al eerder gedaan. Het was echt zo goed. Echt heerlijk. Ze schrijft ook meteen op wat voor... producten je nodig hebt voor je gezicht, voor een gezichtsbehandeling en daarnaast ook gewoon voor een reiniging van je gezicht. Dus dan heb je eigenlijk je eigen skincare routine aan de hand van zo'n behandeling die je bij haar neemt of doet. Dan kan zij ongeveer zien wat jouw huid eigenlijk of huidtype nodig heeft. Dus ja, dat zou ik dus eigenlijk doen voor de kerst. Ging dus niet door.
Maar dat gaan we dus hopelijk of deze week of die week daarop doen. We gaan ook nog koken, want dat hadden we ook nog even uit moeten stellen. Wegens omstandigheden. Maar dat gaat nu allemaal gewoon door. Mensen, eventjes. Ik praat nu volgens mij al een minuut of twee. Maar hebben jullie al gesubscribed? Hebben jullie al gesubscribed op deze kanaal? Want je kijkt. En ik vraag maar één ding. Subscriben. Alleen subscriben. Want dat geeft mij ook weer een beetje van, oké, let's do this. Is een motivatie, mensen. Het is een win-win. Jullie kijken, ik creëer leuke content. Ik wil nog meer leuke content creëren, maar het is wel leuker als er ook wordt gesubscribed. Dus vergeet niet te klikken. Heb je dat geklikt? Oké, ik ga ervan uit dat jullie al hebben geklikt op die subscribe button. Oké, dus nou even verder met wat we allemaal nog meer gaan doen deze week. Trouwens, ook nog een dingetje. Ik had voor in een van die filmpjes die ik had gemaakt, had ik een mini haul van Naked of van H&M. Ik koop gewoon wekelijks wel spullen. Dus het is voor mij niet realistisch of haalbaar überhaupt om een haul eigenlijk te doen. Maar wat ik wel kan doen is... ik laat natuurlijk ook niet meer zien van, oh, dit is wat ik aan heb, dit is wat ik aan heb. Wat ik wel kan doen is, ik kan zeg maar aan het einde van zo'n, laten we zeggen, einde van de maand, laatste week, laatste zondag van de maand, want ik post elke zondag filmpjes, vanaf nu. Dan kan ik zeg maar, ik denk nu echt hard op na, maar in ieder geval, ik zeg maar de laatste zondag van de maand, alle aankopen die ik heb gedaan voor de afgelopen maand, gewoon in één keer laten zien. Ook al hebben jullie het al gezien, maar dan hebben jullie ook meteen een review. Want ik had bijvoorbeeld voor een van die foto's, ik laat hem hieronder zien, had ik een heel mooi gebreid jurkje, deze foto hier. Maar de tweede keer, het was trouwens van Naked, hè. Gewoon al een gat. Ik ga die jurk straks of morgen of een van deze dagen, laat ik even zien hoe snel er alweer een gat in die jurk zit. Dus ja, ik kan wel even laten zien van, oh, dit is van dit en dit van dat. Maar ik heb het nog niet aangehad. Weet je, ik moet het aan hebben gehad. En dan kunnen jullie ook, kan ik jullie gewoon echt een review geven. Van nou, deze jurk of deze trui of deze jas. Dus laten we dat gewoon doen. Einde van de maand. Laatste zondag van de maand. En dan gooi ik gewoon alles in één keer wat ik heb gekocht. En wat ik ervan vond. Weet je, ik denk dat dat eigenlijk wel is een goede setup. Dat gaan we dus doen. Wat had ik nog meer? Ik ben waarschijnlijk iets vergeten. Ik had namelijk ook weer iets geplaatst wat ik vooraf aan mijn content, of tenminste mijn vlogs, al zo'n lijstje laat zien hier in het hoekje met things to do. Ik ben waarschijnlijk nu vergeten, dus vandaar dat jullie het hier eventjes zo zien. Dingen die we deze week gaan doen en deze weekvlog, dan weten jullie in ieder geval wat we allemaal gaan doen. Nou, in ieder geval vandaag is maandag en vandaag heb ik het een en ander al gedaan. Administratie en een en andere voorbereidingen voor de aankomende week. Dus ja, vandaag is dus maandag nogmaals. Volgens mij is dat de derde keer even al in herhaling. Dus ja, vandaag gaan we dus niet echt veel laten zien qua vlogs. Maar het is een beetje die inleiding voor de aankomende week. Sorry, but this is it. Oh ja, nee. Sorry, ik ga echt van hak naar tak. Ik wil jullie wat vertellen over mijn wimpers. Ik heb dus nu weer plakwimpers. Omdat die andere wimpers... Trouwens, ik doe dat nooit meer. Ik had... ik had van die... Die soorten van... plukjes met drie haartjes eraan. Gewoon niet van vroeger, weet je. Want ik vond het best wel fijn. Want mijn ogen irriteerden er dus gewoon niet van. Maar ik vond het een beetje... Ja, mijn ogen irriteerden niet. Maar zelf vond ik het best wel lastig met make-up en zo. En dan zie je dat randje weer. Dus ik kon er gewoon niet meer tegen. Dus ik heb het gewoon ook echt weggehaald. Ik ga het niet meer doen. En daarnaast, toen ik het had weggehaald, weet je hoeveel haartjes er mee weggingen? Gewoon zoveel haartjes gingen er vanaf. Ging gewoon mee met die plugs. Nou, dat ga ik dus niet meer doen. Want ik heb voor mezelf gewoon best lange wimpers. Alleen wil ik het wat voller. Dat is gewoon meer dat dingetje. Maar ik heb dus nu gewoon van die plakwimpertjes. Laat in de comment weten wat jullie leuker vinden. Vinden jullie plakwimpertjes leuker of gewoon zo die strips of one by one? Ik wil wel echt heel graag one by one doen. Als jullie iemand kennen die echt een hele goede lijn heeft, waarvan je ogen gewoon niet geïrriteerd raken, let me know in de comments.
dan kan ik er even contact opnemen met die persoon, zodat ik een afspraak kan maken. Ik ben echt geen vreemde om dingen uit te proberen. Ik vind dat ik probeer zoveel dingen uit als het gaat om lesjes en zo. Dus ik vind het niet erg. Maar in ieder geval die ene van die drie strips, die plukjes, die doe ik dus never, nooit meer. Nou ja. Ciao. Twee. Juno en ik die gaan zo meteen richting de macro. We gaan allemaal spulletjes kopen voor zijn verjaardag. Want hij wordt 8 jaar. En over, even kijken, 5 nachtjes ongeveer, 6. Nee, gisteren was het toch 7. Oké, dus vandaag nog 6. Dus nog 6 nachtjes. Dan word jij 8 jaar, liever. Ja. Ja, dus we gaan zo even richting de macro en eventjes nog mijn moeder langs Simone brengen naar de kapper dus. En is die, nou, die is ook leeg. Nou, dat doe je wel zelf, hè? En ik moest nog iets doen. Ik ben het even kwijt. Maar we gaan nu richting de macro. Gisteren al verteld dat we naar de macro zouden gaan, maar dat ging helaas niet door. Het was zo druk, er waren allemaal dingen die we moesten doen. Ook bij de kapper duurde het een beetje langer dan verwacht. En op een gegeven moment, toen ik mijn moeder dus terug, toen ik mijn moeder thuis had afgezet, begon het keihard te regenen. Had ik ook geen zin meer. En de zakjes van Genoa die moesten nog aankomen. Dus ik had zoiets van, straks loop ik dat mis. Dan, dan heb ik een probleempje. Dus, maar dit zijn in ieder geval de uitdeelzakjes. Ik heb ze verschillende kleurtjes. Ik heb deze bij de W op Amazon. Van Amazon. Ze zijn echt heel snel hebben ze dit geleverd. Binnen 3 dagen. Het zijn verschillende kleurtjes. Er zitten 40 stuks in. Dat is echt handig. Ik ga er gewoon wat snoepjes in doen en een zakje chips. En that's it. Voor de meisjes en voor de jongens
kleurtjes. Ja, hij heeft een dino thema. Dus we doen alles in de vorm van een dino. Ik zag van die plastic zakjes met dinosaurussen. Maar ik heb de reviews gelezen. En daar zag ik allemaal dat die zakjes binnen no time gescheurd waren. En dit is ook milieuvriendelijk. Het zijn gewoon papieren zakjes. En ik vind het eerlijk gewoon schattig. Kijk mensen, ik vind het gewoon van die stickertjes bij. En dan kunnen de kindjes ook meehelpen. Tenminste de kindjes in dit geval. Juno en mij meehelpen met die zakjes dichtmaken. Dan pak je zo een stickertje. En dan plak je hem hier zo mooi dicht. Kijk toch? Echt super schattig. I love it. Ik hou van dit soort dingetjes. Nou, gisteren heb ik wel ook nog eventjes de muur geverfd. Dat hebben jullie natuurlijk ook gezien. Dus binnen, even kijken, ik kan niet zoveel vertellen, het is best wel lastig. Dus dat gaan jullie wel zien. Vandaag gaan we dus nu eventjes richting de macro en daarna ga ik eventjes langs de action. En daarna, wait, ik heb alles nu in mijn notitie, handig. Ik pak het er even bij hoor. Mijn to-do list. Oké, action, lamp kopen voor de gang, want oh mijn god. Ik had van die soort van studio lampen, één van ze is gewoon kapot. Ik heb gewoon eentje per ongeluk om laten vallen en hij is gewoon in één keer kapot gegaan. Dus die grote zwarte kap dingetjes, ja die hebben we net gezien, viel gewoon om en is gewoon kapot. Dus ik moet dus nu weer een nieuwe lamp kopen ervoor. En Lindsay moet ik nog eventjes contacten, want zij is heel goed in het versieren en doet allemaal van die thema's voor decoraties voor als je een feestje hebt. Dan moet je Lindsay hebben. Dus Lindsay ga ik zo eventjes bellen om te kijken wat voor versieringen we nodig hebben voor Genoa's birthday. Mag het niet horen of weten, want ik ga hem gewoon verrassen met een beetje versiering thuis. Ook al gaan we niet veel doen thuis. Nou, eigenlijk bijna niets. Want ik wil gewoon geen kindjes over de vloer. Dat doe ik gewoon echt niet meer. Vorig jaar had ik dus een feestje gedaan, wat ik het zielig vond. Ja, was corona toen ook al. Dan dacht ik van ja, dan gaan we toch gewoon toch een paar vriendjes uit. Ik had er volgens mij 6 of zo. Als jullie me eens weten wat ze met mijn bank hebben gedaan. Ik heb echt een zwerde stoffige bank, gewoon pakjes wiki, helemaal open, helemaal gewoon door de bank heen. Ik werd helemaal gek, dus dat gaan we niet meer doen. Nu al helemaal niet, dit jaar echt niet. Dus ik wacht gewoon echt tot avonturen open gaat. En tot die tijd doen we gewoon niks. We gaan gewoon lekker een taartje eten, alleen familie komt langs. That's it. Ik wacht gewoon echt tot avonturen open gaat. Ik doe echt geen kinderfeestjes in mijn huis. Ik doe het niet, sorry. Ja, dus dat is wat we gaan doen vandaag. We gaan dus nu meteen, nu, richting de micro, yes. Vrijdag en het is mooi weer. Het is momenteel 11:30. Genoa heeft om 12:00 een kappersafspraak. En daarna ga ik heel even snel content maken met Malonzi. Vervolgens hebben we ook nog een afspraak bij de opticien voor Genoa. Hij moet even een nieuwe bril, want hij had zijn bril vorig jaar laten vallen. En daarna gaan we de
de zakjes even fixen voor zijn birthday, voor, om op school uit te delen. En ik ga beginnen aan dit ding vandaag. Ik ga dit vandaag mooi even vullen met de Oreo koekjes die ik gisteren heb gehaald bij de macro. En daarna heb ik in de avond nog afgesproken met de vriendin en dan gaan we gewoon even lekker bijkletsen en ja, een paar dingen bespreken die we willen gaan uitvoeren. Dus dat is in ieder geval de planning voor vandaag. Ja, yeah. By the way, this is the look. I'm really feeling it. We gaan nu richting Juno, want hij sliep bij oma, by the way. Dus ik ga hem even ophalen. En dan gaan we rijden richting een kappertje die in de buurt woont. Want zijn vaste kapper woont in Dordrecht, maar ik ga niet voor zijkant helemaal naar Dordrecht rijden. Nee, zo dedicated en zo loyal ben ik niet naar de kapper toe. Sorry. Ja, dat doet corona met je. Ik ben trouwens heel erg moe. Ik weet niet of je die wallen kan zien. Maar ja, ik slaap super slecht door die lockdown. Ik heb er dus blijkbaar wel last van. Ik had een paar weken geleden gezegd in de vlog dat ik er helemaal geen last van heb. Alleen mijn lifestyle of mijn persoonlijke dingen hebben er echt meer last van. Maar ik merk nu wel dat hij, zeg maar, doordat de scholen dicht zijn, gelukkig gaan ze open volgende week, aankomende week, dat ik die ochtendstructuur gewoon helemaal kwijt ben. Tenminste, ik ben het niet kwijt, want ik zoek het nog, maar het is lastig om erin te komen als je ook echt niks op de planning hebt staan zo vroeg in de ochtend. Dus gelukkig gaat hij weer naar school en dan kan ik er makkelijk mee weer in die flow. Want ik begin altijd vanaf 9 à 10 uur. Dus ik ben standaard 9 uur wakker al. Maar ik mis wel gewoon om al om 5 uur, 5:30 bezig te zijn om zoveel mogelijk te kunnen doen. Maar ja, dus gelukkig gaat de voetbalstof weer beginnen en de school weer. En hebben we weer genoeg dingen om de dag te vullen. Dus ja, dan heb ik ook weer genoeg dingen om te delen. By the way, ik hoop voor jullie dat jullie al hebben gesubscribed. We zijn nu al bij de 5e film, hè? 5e vlog. Dus ik hoop dat jullie hebben gesubscribed. Oké. Let's go. Brandon kwam eindelijk opdagen. Zo, heel flink. Kwartier te laat. Of een half uur zelfs. Oh, je bent laat. Zie, hij loopt ook nog voorbij. Waarom is mijn beeld zo wazig? Ja. Dus ga even naar de kapper. Oh, dan mogen we hem ook niet zien. Ja, dat is goed. Waar heb je het over? Je had me net niet in beeld. Nou, we zijn er eindelijk. Oké, let's go. Het regent kei en keihard. Ja, hoe gaan wij? Nou, wat is er? Zijn haartjes zijn weer fris. En dan wordt het regen, wordt het niet meer. Ik kan een andere dag kiezen. Dit was echt random gewoon. Regent mentos. Dit is echt random gewoon. Je denkt zeker dat het regen is, maar het is hagel. Echt normaal. Ja, Nami. Ik heb al deze dingen bij je. Dus dat is, hier, er worden zelfs mooie foto's gemaakt. Dankjewel. Doei doei. Dus ga je gang. Altijd met twee handjes op de pakken. Vind je die ook mooi? Wow. Ik kijk nog even verder. Die een derde plek. Ja? Gaan we die ook even bewaren. Yes, we gaan zijn even voor me. Let's go. Dus dan, wat we nu gaan doen, dan ga ik natuurlijk naar voren. Ja. Moet je je raam open doen en dan moet je gewoon even naar buiten kijken of iets. En dan hebben we gelijk een ril. Ja, top! Oké, mooi. Let's go. Let's go, oké. Okay. We gaan dus nu naar buiten. Trouwens, jullie gaan het wel zien wanneer het helemaal af is. Ik ga even die mond doen, daar zit. Maar moet ik echt helemaal mijn raam open doen?
Hoe zie je het voor je? Of zolang ik jou kan zien. Ja, zo. Waar is mijn schoen? Junala, waar is Brandon's schoen? Junala, waar heeft Brandon's schoenen gezet? We gaan dus nu even een volgende stukje van de deal in elkaar zetten en beschrijven. Het is nu 3:10 mensen. Ik wil dit straks al over 1 uur of 2 wil ik mijn reel plaatsen. Ik plaats trouwens elke vrijdag standaard een reel. Dus ja, we gaan kijken of het lukt. Het moet. Consistentie, hè. Consistency is key. Normaal pak ik ook altijd mijn reels rij van tevoren. Dus dan heb ik een badge. Maar deze week was een beetje... Dus ik al over de place, dus het is mij niet gelukt. Maar we gaan het doen. Ben je ready? Ik ben ready. Oké, let's go. Ja, gaat je lang open? Ja, ik kan gewoon open. Dus hij vroeg van wat wil je precies dat ik doe? Wil je gewoon... Jij moet even kijken en hij kan gewoon open, hè? Is goed. Ja? Ik ga niet naar binnen. Oké, is goed. En je moet doen, snap je? Hey, hoeveel procent? Ik denk... Hier volgt een kleine tutorial over hoe je een reel in elkaar kan zetten. Hey. Ik heb gekozen voor een korte reel van max 7 seconden met 3 filmopnames. 1 waarbij ik het raam open doe, 1 waar ik een stukje gewoon stilsta en 1 waarvan ik vervolgens loop richting het raam en met mijn haar bezig ben. Als je de filmopnames hebt gemaakt, dan ga je vervolgens het filmpje knippen zodat het goed aansluit op het eerst volgende film. Hey, let's go. Hey. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. Let's go. Zodra de filmpjes aansluiten op elkaar, dan maak je de volume van het filmpje uit en dan plaats je of voeg je de juiste muziek of liedje toe die jij wilt hebben op jouw reel. At first I was like sheesh. Kijk! Oh my god! I love it! Oh my god, ik hou er ook van. Oh my god, I love it! Is dat goed, hè? Ja, dat is mooi. En dan moet ik, dan gaan we alles even monteren en dan onze topje. Oké, is goed. Loving it! Nou, dat was dan in ieder geval een stukje van mijn reel. Jullie gaan het zodra het af is. First, I was like. Laat ik het hier onder zien. Sheesh! Can I have a ball? We gaan niet eens met je leven. Oké, we gaan even een paar stapjes maken voor Juno's verjaardagsfeestje. Juno, want die komt er zelf ook even bij, want ik ga het meehalen natuurlijk, want dat vind ik echt super leuk. Ik heb een paar van de bijtjes, jongens. Ja, verschillende kleurtjes. En Maroontie, die is hier ook en die gaat ons ook helpen. Oh, zo, ik ga ook helpen. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ja, ja. Ik heb een paar chippies, een paar Haribo snoepjes, spekjes. Laat ze even zien, man. Haribo snoepjes, lollies, bubbles. Ik heb ook nog een paar andere snoepjes gekocht, die wil ik er ook nog bij. Want ik ga eens kijken of het wel voldoende is. We hebben ook Oreo. Oreo. Ik kan echt niet. Nou, kijk, ze is nog steeds aan het zoeken. Het volgende maakt me een beetje zenuwachtig. Ja, ik had 2 van die pakken, dus ik weet niet waar het is. Maar we gaan in ieder geval beginnen. Wat vinden we als eerste doen? Ik vind deze ziet er lekker uit. Ja, maar dat is niet wat ik bedoelde. Nee, wat we als eerste gaan doen is... Hey, we zullen dat toetje eten. Oh ja, ik had ook nog een toetje. Zie je, ik doe gewoon random in dit met een toetje. We waren bezig met dit. Weet je wat ik bedoel? Kijk.
Jij gaat van, ik heb er 27 nodig, maar we hebben 27 kindjes in zijn klas. Dan ga jij dit allemaal zo openen. Ja. Oh, ja toch? Ja, doe jij dat? En dan, ik wil eigenlijk nog steeds gaan zoeken naar die zakjes, want ik stoort me in mijn hoofd. Ik kan niet tegen als ik iets ergens heb gezet en ik het gewoon niet kan vinden. Maar ik, hallo, ik ben een heel jong kind hier in thuis. Waar is het? Ik heb het gewoon. Nee. Waar is het? Los is een beetje handig. Wat ga jij beginnen met kindjes maken? Nou, niet een keer maken, maak het nog even. Maar wanneer komt er één? Dat is de juiste vraag. Ja. Wanneer ik er ready voor ben. Okay. Je bent hoe oud ben je dit jaar? 27. Open. Je bent pro, man. Niemand weet dat ik zo open ben. Ik zeg het ook niet genoeg. Oh. 27 is wel een goede leeftijd. Ja. Het is gewoon richting de 30, dan moet je nagaan. I know. I know. Ja, ik vind... Dan is nou ja, als man zijnde om een kind te krijgen, vind ik 27, 27 en 30 wel goed. Alhoewel, de meeste jongens zijn echt met 27 best wel speels en willen echt overal zijn. Wat vind jij daarvan? Ik denk niet dat er zoiets is als een perfecte leeftijd voor een kind hebben. Ja, je moet gewoon klaar voor zijn. Maar ja, dat vind ik ook gewoon... Ik bedoel van dat niet iedereen er echt speciaal... Wat ik wil zeggen is, het is niet zozeer dat, kijk, ongeacht de leeftijd, het is ook wel zo dat vrouwen, meisjes, altijd wel ouder zijn, weet je? Is ook zo. Weet je, eigenlijk. we zijn ze worden sneller volwassen. Ze zeggen dat je bij jongens 2 jaar eraf moet halen of zo? Ja, zoiets inderdaad. Dus in principe zou jij dan met 29 of echt een kind met vader kunnen. Ja, als je echt zoiets hebt van ja, ik ben er ready voor, mm-hmm. Dan moet je er gewoon voor gaan kijken. En je moet natuurlijk ook iemand hebben. Ja, punt, je moet inderdaad iemand hebben. En los van dat je iemand voor hebt, moet je er ook gewoon, je moet gewoon stabiel zijn. Je moet gewoon je huis hebben, je moet je auto hebben. Ja, ik vind een auto is nog steeds een nut, deze tijd. Ja, want als er iets gebeurt en je kan je kind niet zo even zien brengen of makkelijk vervoeren, ja, dan ga je doen met de kies. Maar je kan wel een taxi bellen, maar hoe makkelijk is het wanneer er nu iets gebeurt met een kind loopt af, je kan gewoon meteen de auto instappen en je rijdt met naar de dichtbijzijnde ziekenhuis. Is ook wat volwassener. Ja, vind ik ook. Ja, ik ga niet met je 3 kinderen in de trein en dan ga je bijvoorbeeld naar Duinrand. Maar ik bedoel, ben je met de kinderwagen zo in de trein, weet je, heb je kinderwagen nog met 2 kinderen. Kom van tijd als ze zijn moe en dan moet je de trein terugpakken naar huis. Ja, het is wel sneu. Ja, toch? Maar mensen zijn het hiermee eens. Dus als je meer dan 2 kinderen hebt, dat je dan niet kijk, met de trein. Het kan wel, maar het is en onhandig. Als naar een pretpark kan gaan. Ik vind het onhandig. Je moet gewoon een beetje. Weet je, je moet gewoon in je auto kunnen zitten en slapen ze gewoon en dan ga je gewoon richting. Ja, oké. Ik snap het. Dus eigenlijk is het met me eens, mensen. Ik ben het met je eens. Die uitspraak vond ik zelf niet echt. Dat was heftig, maar. Ik vond het niet echt. Ja, ik. Ik voelde me niet echt op mijn gemak bij zijn uitspraak. Want ja, het klinkt zo. Nee, maar ja, jullie snappen me wel. Ik bedoel het niet. Weet je. Dus voor alle moeders en vaders die 2+ of 3 kinderen hebben, als jullie met de trein naar het pretpark gaan. Ik vind het helemaal niet erg hoor. Brandon vond het gewoon niet kunnen eigenlijk. Maar ja, ik vind het gewoon niet kunnen als je kind echt ziek is. Als je kind niet met je eigen auto naar het ziekenhuis kan brengen, niet naar het pretpark.
Ik had met mensen gaan of een busje. Weet je, niet. Je hebt gewoon die speciale bussen bij de station, dan ga je met zo'n Rotterdam pas. Genoa komt erbij en Genoa die gaat ook even meehelpen. Genoa, jij gaat. Thank you.
leuke shots maken. Ik ben er helemaal in. Ik zit er echt helemaal in. Ik heb er echt zin in. Ik vind het ook wel echt leuk om te doen. Ik heb zo meteen ook nog eventjes een familiedingetje. Dus we gaan gewoon gezellig met z'n allen eten bij de familie. Dat is ongeveer het plan. Ja, ik heb dus nu een outfitje aan, by the way, van de Boohoo. Deze jas is van de Naked. Dat had ik al in een van mijn vorige vlogs laten zien. By the way, ik heb deze jumpsuit heb ik aan vandaag. En jullie kunnen het niet zien, maar het heeft gewoon al een gat. Schandalig. En ik heb gewoon echt net dat prijskaartje eraf geknipt. Echt heel sneu. Maar goed. Dat is in ieder geval wat we gaan doen vandaag. Dit is de look all white. Of nou een beetje ecru, dus niet echt wit. Maar I'm feeling it. Ik heb zojuist, tenminste ik heb nu eventjes een band om. Zodat mijn haar gewoon lekker plat blijft zitten. Ik heb hem net eventjes getankt. En ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Het was echt een beetje. Ja, ik weet niet wat ik. Hoe ik deze vlog moet benoemen. Maar ja, lockdown hè. Dus niet echt veel spannends of zo. En ook de eerste week van het jaar. Dus sowieso zit je dan weer een beetje in een soortige van dip, maar ook niet erg. En ja, ik heb in ieder geval mijn best kunnen doen voor deze vlog. Vergeet niet te liken en ook niet te commenten. Ik had ook een paar vragen gesteld aan jullie. Ik hoop dat jullie die zullen antwoorden. En de antwoorden zie ik graag in de comment section. Vergeet ook niet deze video te liken. Thumbs up. Thumbs up and don't forget to subscribe on my channel. Ik begin er wel even in te komen. Een beetje wennen aan de English speaking vlogs. Ik kijk ernaar uit trouwens om in het Engels te gaan vloggen. Ik vind het heel spannend. Malonzi heeft vrijdag, ik weet niet hoe het heet, maar dat ding al vast gezet in de auto. Zodat ik ook in de auto kan vloggen. Dus ik heb er ook echt zin in. Vanaf morgen gaan we gewoon meteen volop vloggen. Junoma gaat ook weer naar school, dus ik heb weer mijn ritme, die komt er straks aan. Ik ga een paar dingetjes doen, by the way. I'm gonna get some Botox, because this thing here. Ik heb echt een frons van een frons. Ik merk gewoon wanneer ik mijn gezicht gewoon neutraal of gewoon normaal zet. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar dan zie ik al wat ik automatisch alweer zo begin te kijken. Terwijl, dat is niet... Dat is niet wat we willen eigenlijk. En ik doe het trouwens jaarlijks met Botox. Voor het geval jullie vragen van waarom doe je Botox of hoezo. Ik doe dit echt al ruim, Genoa is nu 8. Bijna 8 jaar doe ik dit, die frons. Alleen maar in de wenkbrauwtjes doe ik het. Want ik hoor heel vaak dat ik boos kijk. En het is niet echt fijn. Soms moet je boos kijken, maar voor mijn werk is het wel goed om... Een beetje een soort van open, toegankelijke houding te hebben, of uitstraling. En met die frons gaan we niet ver komen. Dus we need to have a little, je weet je wel, een beetje een vrolijke, happy, happy, it's me kind of uitstraling. Ja, dus ik zie jullie bij de volgende vlog. Hopelijk gaan jullie subscriben als jullie hier nieuw op zijn. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik zou jullie graag willen meenemen vandaag in het proces van de content en familieuitje. Maar het is zondag. Ik heb best wel... Nou, ik wil niet zeggen dat ik veel heb laten zien de afgelopen week door deze coronatoestand. Maar ik wil het bij deze video laten. Omdat ik ook gewoon echt na deze afsluiting gewoon echt volop alleen maar Engels ga vloggen. En ik bespaar me dat vandaag even. Dus ja... Bedankt voor het kijken. Thank you guys. Love you. See you in the next video. Don't forget to subscribe. Love you. Bye.